We hebben wederom een laptop van Razer aan bod, in dit geval de Crawler E40. Dit is een van de betaalbaarste 4050 mobile gaming laptops op de markt. En dat nota bene met een vermogen voor de GPU van 100 watt. En spoiler, hij komt aanzienlijk in de buurt van duurdere 4060 laptops. Een beetje schrikbarend zelfs, dus laten we het beestje behandelen. Zoals ik al aangaf, is dit dus niet de eerste Razer laptop die we behandelen. Want we hebben eerder de Deputy P50 besproken, een 4060 mobile gaming laptop, waarvan de conclusie een simpele was: krachtig, maar ook een tikkeltje luid. Iets te luid voor de meeste, durf ik al te stellen. En toen de Razer Crawler E40 werd aangeboden, was ik heel even bang dat dat wederom het geval zou zijn. Weliswaar krachtig, maar ook een tikkeltje luid. En gelukkig kan ik alvast verklappen ook op dat gebied. Hij is niet bepaald stil, maar hij is ook niet zo lawaaiig als zijn broer, even zo gezegd. En dat is fijn om voorop te stellen, want deze Crawler E40 is een van de interessantste en betaalbaarste 4050 mobile gaming laptops voor €900 op het moment. Nou, nemen we deze video op na Black Friday, dus de prijzen zijn flink opgeschud, maar ik kan nog steeds zien dat dit een van de betaalbaarste is. En ja, je kan rond de 800 al 4050 mobile laptops vinden, maar dan zul je gauw zien dat daar of een 12e generatie Intel processor in zit, of een 4050 mobile van bijvoorbeeld slechts 45 watt. En zoals ik vaker besproken heb, dat vermogen is zo verschrikkelijk belangrijk. En 100 watt potentieel maximaal 75 plus 25 watt dynamic boost is gewoon belangrijk om die 4050 mobile heel ver te laten gaan voor gaming. En zoals ik al soort van spoilerde in de intro, hij komt in de buurt van 4060 mobile gaming laptops. Daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar als je dus €900 voor deze neer zou knallen, dan krijg je niet alleen een veel hoger vermogen voor de GPU, je krijgt ook een 13500H in plaats van bijvoorbeeld een 12500H. Nou is het verschil tussen die twee niet super groot in die zin, maar je betaalt wel voor dat extra stukje kracht. En als je dat kan benutten, de 13500H is geen super denderende multicore werkpaard, maar kan zeker wel geschikt zijn voor een stukje Photoshop, een stukje rendering, wat basale dingetjes die je kan of moet doen achter de laptop. Nou moet ik wel zeggen dat het vermogen van de 13500H hierin niet helemaal duidelijk is. En dat is ook wel een puntje. Ik kan van Razer laptops überhaupt niet heel goed inhoudelijke technische specificaties vinden. Ik kan bevestigen dat de 4050 mobile 100 watt maximaal is. En volgens HW Info 64 is de 13500H dynamisch met zijn tweede power limit tot 115 watt. Maar dat behaalt de laptop in de praktijk niet, zag ik ook terug in HW Info 64. En dat zag je ook zeker terug aan de all-core boost. Want in de single-core omgeving turbot die tot inderdaad bijna 4,7 GHz, zoals beloofd. Maar in de multicore omgeving zat hij op 3 GHz all-core. Dat ga je merken natuurlijk voor je multicore prestaties. Maar goed, we duiken zometeen in op de benchmarks natuurlijk. Verder hebben we te maken met 16 GB DDR5 werkgeheugen en 512 GB aan PCIe Express 4.0 opslag. Een solide basis en dat natuurlijk ook belangrijk voor het gamen. Een 15,6 inch scherm, het is ook een 15,6 inch laptop. 144 Hz, 1080p IPS en met een beloofde piekhelderheid van 300 nits. Nogmaals, een goede basis die in de praktijk zichzelf heeft kunnen bewijzen, absoluut. Maar laten we dan gelijk in die benchmarks duiken. Die laat ik ondertussen alvast lopen op het scherm. En als je die wilt proberen, doe dat gerust. Zoals je kan zien komen eerst even wat processor benchmarks voorbij. En daarin kan je dan even een indruk opdoen van de multicore prestaties en alvast wat single core prestaties. Maar wat veel interessanter gaat zijn, zijn die gaming resultaten. En om ze dan even kort samen te vatten, tegenover de HP Victus 16 op dezelfde resolutie, dat is een laptop met een 4060 mobile, zien we geen groot verschil. We zien bijvoorbeeld in Horizon Zero Dawn 90 versus 106 fps gemiddeld. F1 2020 laat 157 versus 180 fps zien.
Shadow of the Tomb Raider laat 113 versus 133 fps zien. En Total War Three Kingdoms laat 66,9 versus 81,7 fps zien. Helemaal niet verkeerd. En als je dan kijkt naar de betaalbaarste 4060 mobile gaming laptops met ook dat 125 watt vermogen, met hè, wat deze Victus heeft, waar ik nu even mee vergelijk, die zijn te verkrijgen rond de 1050-1100. Nou, 150 tot 200 euro meer bijleggen ten opzichte van momenteel 900 euro voor de Crawler E40. Dat staat in verhouding met elkaar. En dat is fijn om te zien, want vaak als je kijkt naar een 50 modelletje vanuit een Nvidia, dan wordt er vaak flink ingekort op de prestaties om dan dat 50 modelletje neer te zetten. Maar verhoudingsgewijs staat de Crawler E40 met zijn 4050 mobile gewoon sterk. En dat is even losstaand van het feit dat je ook nog eens DLSS 3 kan benutten met de 4050 mobile. Dus in een Diablo 4 bijvoorbeeld kan je gewoon heerlijk op 1080p ultra setting spelen zonder gedoe. En dat is gewoon heel erg tof om te zien. Dat je zelfs met een 4050 mobile gaming laptop alsnog heel ver kan komen. En daaromheen zijn de temperaturen ook vrij goed. Tijdens herhaaldelijk Total War Three Kingdoms benchmarking zag ik 70 graden voor de CPU gemiddeld tot 75 maximaal. Zo'n 68 graden tot 70 voor de GPU kern en zo'n 78 tot 80 graden voor de GPU hotspot. Prima! Geluidsproductie is dan natuurlijk ook het puntje. En dat was 51 tot 52 decibel op 30 centimeter afstand. Ofwel dat je er ongeveer voor zit, zeg maar. En al met al, als we dat nu even uitgebreid hebben besproken, komt het erop neer dat je voor 900 euro heel leuk kan gamen. Nou, en als we dan even die laatste puntjes op de i gooien, er zit een full-size toetsenbord op met verlichting. Dan heb je natuurlijk een degelijk groot touchpad. Werkt in de praktijk prima, klikt lekker weg, scrollt lekker weg, niks mis mee. Hetzelfde geldt voor het toetsenbord. Typt ook prima weg, heerlijk in de praktijk. En verder krijg je 3 keer USB-A. Daar ben ik ook wel een fan van, want vaak zie je rond het prijspunt slechts 2 keer USB-A, maar er zit toch echt 3 keer op. Dat met de USB-C aan de achterkant en met daaromheen ook nog HDMI, DisplayPort aan de achterzijde. En aan de zijkanten heb je ook nog Ethernet, een Ethernetpoort EE45 en een 3,5 mm combi jack. Kortom, een flinke lijst, wat eigenlijk verder afgerond wordt door een 27p webcam. Een chassis dat ja, vrij stevig aanvoelt. Het is geen dun of fragiel beestje, even zo gezegd. Hij is wel vingerafdrukgevoelig, dat kan ik wel beamen. Dus hou er rekening mee, je zal flink moeten poetsen. Ja, en een ander puntje waar ik dan niet zo fan van ben, is dat de batterij slechts 53 wattuur is. Dat ga je wel merken als je de laptop gaat gebruiken zonder de adapter aangesloten. Nou heb ik er zeker wel een paar uur uit kunnen krijgen op de entertainment modus. En dat is ook even een laatste belangrijke bespreking om te hebben. De software. Want Razer maakt ook op de Deputy bijvoorbeeld gebruik van haar Razer Control Center. En daarin heb je een quiet modus, power saving modus, entertainment modus waar die standaard op staat. En dan nog de gaming modus. Nou, in de entertainment modus is de laptop ook nog vrij krachtig en een stuk stiller. Maar voor de beste gaming prestaties wil je natuurlijk die gaming modus benutten. En dat is iets wat dan 51 tot 52 decibel teweeg brengt qua geluidsproductie. Maar als je een headsetje opzet, dan heb je er al gauw geen last meer van. Dat kan ik al wel beamen. Naast het feit dat het type geluidsproductie vooral gewoon het blazen van de fan is. En het is niet high-pitched, hè? Het is geen hoge toon of zo die heel vervelend doorkomt. En daarmee is eigenlijk wel heel veel, denk ik, gezegd. Ik ben gewoon te spreken over die Crawler E40. Het is voor 900 euro op het moment, wat ik al zei, een van de betaalbaarste 4050 mobile gaming laptops met een 13e generatie Intel processor, een hoog potentieel vermogen voor die GPU en daaromheen een solide basis waarvan ik zeg, als iemand rond dit prijspunt de laptop zoekt, dan is dit zeker mijn aanbeveling. En wat ik al zei, met een 4050 mobile met een RTX 4000 GPU kan je DLSS 3 benutten bovenop DLSS 2 en kan je moderne games, mede dankzij dat of bijvoorbeeld AMD FSR 3, want dat werkt ook gewoon op Nvidia, prima spelen.
Dat is hem. Dus ja, als je nog vragen hebt over Razer laptops of de Crawler E40 specifiek, laat het gerust achter. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.